Dat is het grootste potentiële gevaar wat er is. En we klikken die melding maar weer weg. En het zal wel. Dat kan heel veel ellende voorkomen. Ja, leuk dat je kijkt naar 7D-TV, het YouTube-kanaal voor ondernemend Nederland, waar ik in gesprek ga met ondernemers. En daarnaast vind ik het superleuk, ik ben zelf ook ZZP'er, om zo nu en dan video's te maken met hele praktische tips voor ZZP'ers. Zoals in deze video over cybersecurity en phishing en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Want ik zie het nog zo vaak op het simpelste niveau fout gaan. En precies op dat simpele niveau eigenlijk heb ik een aantal praktische tips die je vandaag nog kan doen, waardoor je in ieder geval beter beveiligd bent. En dat begint met wachtwoorden. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar echt als ik om me heen vraag bij andere ZZP'ers, de ene na de andere, die zeggen hetzelfde. Ik heb gewoon lekker één wachtwoord en dat vind ik lekker makkelijk. Die kan ik tenminste onthouden en dan kan ik op elke website, in elke applicatie, kan ik lekker makkelijk naar binnen. Dat is het grootste potentiële gevaar wat er is, zo'n beetje. Mijn tip, zorg minimaal voor verschillende wachtwoorden bij verschillende websites en verschillende applicaties. Maak ze complexer, dus geen welkom 123 of de naam van je hond. En gebruik daarvoor een wachtwoordmanager. Ik gebruik zelf 1Password, een applicatie waarin je eigenlijk al je wachtwoorden bewaart. Sterker nog, die applicatie helpt jou ook met het genereren van de meest complexe wachtwoorden. Maar het handige daarvan is, je hoeft ze ook zelf niet meer over te typen. Want 1Password in mijn geval hangt als het ware als een plugin op mijn telefoon, in mijn browser. Dus op het moment dat ik ergens wil inloggen en ik ben ingelogd in 1Password, dan vult die automatisch het wachtwoord in, wat dus een heel complex wachtwoord is. Dus ik heb op elke website een ander wachtwoord en het zijn complexe wachtwoorden van 20 tekens plus waar je echt geen wijs uit wordt. Gebruik zo'n wachtwoordmanager, maar als je dat een stap te ver vindt, zorg dan in ieder geval dat je verschillende wachtwoorden hebt voor verschillende websites. En oh ja, schrijf ze niet op een briefje die je aan je computer plakt. De tweede tip die wel eens kan werken, en je ziet die meldingen steeds vaker, is tweeweg-authentificatie. En ik zet hem in, zeker bij de wat gevoeligere websites, zet ik hem vaak wel aan. En dat betekent dat op het moment dat je inlogt, krijg je een code via de mail of via sms. En die moet je bevestigen en dan pas kom je erin. Activeer dit soort tweeweg-authentificatie, zeker bij de wat gevoeligere websites of applicaties waar je informatie in gebruikt. Een simpele manier om meteen alweer een stuk veiliger te kunnen werken. Dan de derde, en dat is software updates. Ook iets wat we snel vergeten. We hebben het druk en we zijn met ons laptopje bezig en we moeten het rapportje afmaken en we klikken die melding maar weer weg en het zal wel. Daardoor wordt software kwetsbaar. Dus de reden dat software wordt geüpdate is vaak vanwege cybersecurity of phishing of andere problematiek die moet worden opgelost. Dus zorg ervoor dat als je een melding krijgt dat je je software moet updaten, dat je dat ook doet. Allemaal tips die simpel zijn, maar die je wel even moet doen. Ja, en dan de volgende. Wees voorzichtig met e-mails. En dan met name e-mails waar bijlagers in zitten of linkjes in zitten en die iets te maken hebben met betalingen of facturen. Bij de geringste twijfel, check. En dat is best lastig, want tegenwoordig zien die mailtjes er echt super realistisch uit. En dan krijg je een mailtje van een bank binnen en je denkt echt van ja, dat is gewoon een mailtje van een bank. Mijn tip om erachter te komen of zo'n mail dan fake is of niet, dat is kijk naar het adres van de afzender. Want eigenlijk in alle gevallen van phishing, want dat is vaak aan de orde, ze proberen je wachtwoord te achterhalen of ze proberen gewoon heel bruut dat jij in de haast gewoon een factuur betaalt en daarmee hebben ze jouw betaalgegevens. Dat is als je naar de afzender van deze e-mail kijkt, dat eigenlijk in 99% van de gevallen dat ze niet de echte domeinnaam gebruiken van de afzender. Dus in het voorbeeld van bijvoorbeeld ABN AMRO, dan is het abnamro.nl. Dan zul je zien dat de afzender dat niet abnamro.nl is, maar dat het een e-mailadres is, @abnamro.bank.nl of zoiets. Nou, dus zodra je dat ziet, dan weet je in ieder geval zeker dat het niet klopt. Dus check de afzender van de mail als je een klein beetje je twijfels hebt over de echtheid van een mail. En dat kan heel veel ellende voorkomen. En als het zo'n phishing mail is, verder niets mee doen. Heb je in je programma een knopje huppakee spam, dan duw je het in de spam. Maar ga niet lopen replyen en antwoorden en boze reacties geven. Want dan weten ze één ding. Dat is een actief e-mailadres. Die moeten we nog eens een keer benaderen. Dus niet reageren. En net als software updates is het ook belangrijk om, als je op je laptopje werkt of je computer, natuurlijk heb je steeds meer in de cloud. Dat hoop ik voor je. Want zeker als je bij een goede cloud leverancier zit, dan zijn zaken vaak goed beveiligd, vaak beter. Maar je hebt ook nog dingen op je laptop zelf staan. Nou, zorg dat je een goede manier van backuppen hebt. Dat is niet alleen cybersecurity handig, want stel dat je een keer wordt geattacked en je kan je computer niet meer in of weet ik veel wat, dan heb je in ieder geval een backup van al je data.
En daarnaast is het ook wel praktisch als je computer een keer crasht. En ja, ik spreek uit eigen ervaring. En wat baalde ik dat ik toen geen backup had. Ik was heel veel bestanden kwijt. Omdat mijn computer van de ene dag op de andere dag zei... Boem, en ik doe het niet meer. Dus een backup, alsjeblieft, richt het één keer in. Dat kun je online doen, via een backup service online. Maar je kan het ook gewoon vrij eenvoudig. Ik heb zelf ook gewoon een lokale harddisk staan. En ik werk op een Mac. Ik heb een programmaatje Time Machine draaien. En die draait automatisch backups van mijn Mac. Dus ik weet in ieder geval dat mocht die nog een keer crashen... dat ik geen stress heb, maar dat ik gewoon een nette backup heb van al mijn bestanden. Dus zorg dat je dat goed hebt ingeregeld. Ja, mijn laatste tip eigenlijk is er eentje. Lees je een beetje in. He, dat geldt voor alles wat ik wil weten. Als ik merk van, joh, als ondernemer, ik wil meer weten over dit onderwerp of dat onderwerp. Dan is alle informatie online te vinden. Dus ook als het gaat om cyberattacks, om phishing. Wat zijn nou de laatste trends in dat criminele veld? Zorg dat je een klein beetje op de hoogte bent. Dat je ze nu en dan er eens een artikel over leest. Want dan herken je het ook makkelijker. Want het kan natuurlijk zeggen van, ja, ik snap er niks van. En ik vind het allemaal ingewikkeld en het boeit me allemaal niet. Totdat het je een keer overkomt. Dus zorg dat je ze nu dan ook een klein beetje inleest. Dat je een klein beetje interesseert. Want nogmaals, het lijkt allemaal ver van je huis. Totdat het je een keer overkomt. En het echt impact kan hebben op jouw onderneming of op jouw bedrijf. Dus nou, ik hoop in ieder geval dat ik met deze video een paar hele simpele... bijna te simpel voor woorden. Maar ik heb deze video gemaakt omdat ik nog bij meer dan de helft van de ZZP'ers die ik spreek... is dit niet op orde. En alleen al deze tips toepassen zorgen er echt voor dat je een stuk veiliger aan het werken bent. Nou, ik dank je voor het kijken. Ik heb meer van dit soort van help video's voor ZZP'ers. Als je dat nou leuk vindt, subscribe hieronder op 7D-TV en dan krijg je ze automatisch binnen. Kijk ook in de playlist die ik hiervoor heb gemaakt, waarin alle video's staan met tips voor ZZP'ers. En vind je ondernemer leuk, is het sowieso tof om je te abonneren op 7D-TV, want ik interview elke week 2 ondernemers over hun ondernemersavonturen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! I'm sorry.